Les moules sont très importantes pour Deleuze. On est ici à Zélande pour chercher la meilleure qualité. Na de vangst van de mosselen komen ze in Ierseke toe en worden ze ontwaterd. Grondreining is zeer belangrijk, dat de klant geen zand in zijn mosselen gaat terugvinden. En de grondreining gebeurt door het aantal tijdspoelen van de mosselen door zuiver zeewater. Na deze proces worden de mosselen ontbaard en de mosselen worden dan ontpokt en dan worden ze verpakt. Er zijn 5 verschillende mosselen bij Deleuze. De kleinste soort is de extra's en die hebben 70 plus in 1 kilo. Gaan we over naar de supers, die hebben 60 tot 70 stuks in 1 kilo. Dan hebben we de imperials is van 50 tot 60 in 1 kilo. Dan hebben we de jumbo's van 40 tot 50 in 1 kilo. En de goudmerken die hebben tot 30 tot 40 stuks in 1 kilo. Bij Deleuze vinden we kwaliteit zeer belangrijk. Vandaar we ook controles uitvoeren bij de leverancier. Om na te gaan dat het gewicht dat op de verpakking staat effectief ook het gewicht dat in de mosselen in zit. Het vetpercentage bij de mosselen bekomen we na het koken van de mosselen. We gaan de mosselen koken, we gaan ze uitlekken en dan het vet dat overblijft is het percentage dat op de verpakking gedrukt wordt. Bij Deleuze doen we controles erop om zeker te zijn wat in de verpakking zit voor de klant ook op de verpakking staat gedrukt. Seulement 18 heures après l'emballage, les moules de Zélande sont déjà livrées dans votre Deleuze. Le saviez-vous que chaque année, on vend 2500 tonnes de moules? C'est incroyable! Et en plus, elles sont bonnes pour la santé. Bon appétit!